Hi mensen, welkom bij alweer een nieuwe dagelijkse vlog. Die misschien niet eens dagelijks zullen zijn. Want ik zag alweer reacties dat jullie er helemaal geen vertrouwen in hadden. Dat ik weer dagelijks zou vloggen. En terecht. Dat is zeer terecht. Ik weet nog helemaal niet of dat wel gaat lukken, weet je. Dus ik ga helemaal die belofte niet maken. Maar met beloftes creëer je verwachtingen. En met verwachtingen, als je die niet nakomt, creëer je alleen maar depressie. En daar houden we niet van. Ik wou even iets vertellen. Ik was eergisteren, was het eergisteren? Naar Body Worlds, of was dat gisteren? Eergisteren. Naar Body Worlds geweest. En dat waren allemaal, dat zijn allemaal mensen. En die zijn dan, zeg maar, dood gegaan. En toen hebben ze gezegd, ik wil mijn lichaam afstaan aan de wetenschap. Prima, word je opgehaald door een busje. En dan word je helemaal, je huid werd, wat ik dus wou zeggen, het zijn allemaal opgezette mensen daar. Althans, lijken. Ingewanden. Het gaat vooral om de ingewanden. Je kan helemaal zien hoe het in elkaar zit. En de spieren en de darmen en de aorta en de long. En er was ook een rokerslong en een gewone long. En als je dat ziet dan, weet je, je kent de foto's wel. Maar dit was gewoon een echte long die daar ligt. En ook gewoon mensen die opengehaald zijn. En er was, iemand neergezet als een basketballer. Stel je voor dat je in je leven echt nooit gesport hebt en dat je dan in één keer neergezet wordt als basketballer, als pro-basketballer, als lijk. Snap je het verhaal eigenlijk überhaupt? Ik weet niet of het heel erg duidelijk verteld is. En er waren ook twee, hoe zou ik het zeggen, vrijende mensen zonder huid en opengehaald. En dat je helemaal kan zien wat er dan precies gebeurt. Maar het zijn allemaal echte mensen. Je hebt eigenlijk niet eens door dat het echte mensen zijn. Zodra je dat door hebt, dan is het best wel luguber eigenlijk. Best wel morbide tentoonstelling was dat. Maar het was wel heel interessant. Maar mensen zijn wel raar dat we dat soort musea maken, zeg maar. Ik zie nooit dieren zouden dat nooit doen. Toch? Je ziet toch nooit als een mier doodgaat dat die meegenomen wordt door andere mieren en dan opengehaald. En dat dan nog meer mieren zo eromheen gaan staan van, interessant. Oh, zo zit dat in elkaar. Dat is toch eigenlijk wel raar. Nou, eigenlijk best wel ranzig dat ik dat allemaal gezien heb. Maar ik ben er wel achter gekomen dat iedereen een sixpack heeft. Dus mensen, als je een beetje een buikje hebt, maak je geen zorgen. Je hebt gewoon een sixpack. Het zit er alleen wel onder. Maar je hebt het wel, uiteindelijk. In principe. In theorie. Heb je een sixpack. Oké, wat ik nog meer wou vertellen was, Wat wou ik nog meer vertellen? Ik wou nog iets vertellen. Ik had echt een heel erg, Deze vlog was ook weer heel erg belangrijk, want ik wou echt iets belangrijks vertellen. Die filmpjes op mijn hoofdkanaal, wanneer komen die precies? Is de vraag, heb ik ook gezien. Dat weet ik nog niet. Ik ben nog steeds bezig met het uitschrijven. Het is heel belangrijk dat ik dit uitschrijf. Ik ga ook samenwerken met youtube.com/tc. Althans, samenwerken. Zij gaan bepaalde dingen voor mij ontwerpen. En het wordt allemaal hartstikke hip. Het allemaal hartstikke hip. YouTube komt zo'n steunmens, wordt hartstikke hip. Kijk je die oude films terug en denk je, potverdorie, wat was dat oudbollig en saai en dom eigenlijk. Nu gaat het heel erg hip worden. Ik zit nu allemaal verwachtingen te scheppen. En wat ik net heb geleerd, in het begin van deze vlog, letterlijk 3 minuten 30 geleden ongeveer, is dat je met verwachtingen vaak alleen maar depressie creëert. En dat is eigenlijk niet wat ik wil doen op dit moment. Ik wil jullie alleen maar aan het lachen maken. Dat is eigenlijk mijn doel hier op het leven. Mijn doel hier op aarde. Dus, mensen, laat een reactie achter met... mijn hond moet poepen. Maar dat is niet waar jij... Dat hoef je niet in een reactie te zetten. Maar als je het wil, dan mag het wel. Ik doe het even snel. Ik heb nog niet zo heel lang meer. Ik blog op www.pradagirls.nl. Af en toe, dat is de blogsite van mijn vriendinnetje. Ik heb er net ook een blog op gezet. Moet je maar even kijken als je het leuk vindt. www.pradagirls.nl. Heb ik geblogd over trends. Over hipheid en muziek en zo. Dat dubstep tegenwoordig overal. Justin Bieber heeft een dubstep nummer gemaakt, jongens. Potverdorie. Lees dat maar eventjes in het artikel. Dat is wel grappig. Dat zeg ik niet over mijn eigen artikel. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is helemaal niet grappig. Maar ga het maar even lezen als je het leuk vindt. Als je het leuk vindt, anders hoeft het niet. Oké, mensen, ik zie jullie morgen met een nieuwe vlog. En een hele fijne dag nog. Want dat is wat het wel is, hè. Het is een dag vandaag en morgen ook weer. Laat een reactie achter met...
Wat voor reactie? Snel. Wat voor nieuwe nummer van Justin Bieber? Wat vind... Nee, ja, ik weet... Ja, ja wat, nee, wat vinden jullie ervan? Dat als iets populair is, dat het dan heel snel iedereen het leuk gaat vinden en dat het dan niet meer populair, dat het dan niet meer leuk is op een gegeven moment. Nee, dat is gek, toch? Oké, wat vinden jullie van het nieuwe nummer van Justin Bieber? Laat een reactie achter. Het nummer heet Love... Nee... As Long As You Love Me. Het lijkt op het nummer van Backstreet Boys. Hetzelfde nummer. Hetzelfde titel. Hetzelfde titel, ja. De titelnummers waren ook op tegenwoordig. Zijn ook op. Beginnen op te raken. Mijn ideetjes voor films raken op. Mijn batterij raakt op. Mijn tijd raakt op. En van alles raakt op. Mijn inspiratie. Oké, ik ga nu stoppen met praten, want deze vlog is op. Laat een reactie achter met wat je van het nieuwe nummer van Justin Bieber vindt. Later.